op dit werk zie je bruine kleuren. Dat zijn, dat is klei wat ik in Portugal verzameld heb. En ik ben een poosje op de drukkerij geweest in Meppel. En daar kon ik handgeschept papier maken. En toen heb ik onder invloed van de Afrikaanse kunst dit gemaakt. En ik was toen ook al bezig met het bewonderen van een kunstenaar die riet gebruikte in zijn werk. Dus vandaar is die combinatie ontstaan. Ik heb een hele verzameling van deze bonen, die heeft de natuur gemaakt. Die ga ik er zo, groepjes van 3, opplakken. Maar ja, toen had ik dit af en toen vond ik dat eigenlijk zonde om die bonen erop te plakken. Dus nou is dit werk hier gekomen en ik ga nou een ander werk maken waar de bonen op komen. Deze heb ik vandaag bij mezelf geoogst en zo zie je dat de natuur voor mij iets gemaakt heeft. Van wanneer tot wanneer is de tentoonstelling hier in de Grote Kerk? Dat is vanaf donderdag 12 september tot en met 27 oktober. Dus wat zou u de mensen willen zeggen zo van, nou kom naar mij kijken, want dat is zo speciaal aan mijn werk. Ja, ik vind het mooi als de mensen, als ze mijn werk bekijken, dat ze zeggen van, oh, is dat gemaakt met riet? Of is dat gemaakt met gedroogde bloemen? Oh, dan kan ik zelf ook wel eens zoiets proberen. Dat ik de mensen ook op een idee breng, zoals andere kunstenaars mij ook op ideeën gebracht hebben.